Het Staatsziekenfonds SZF voert een nieuw beleid waarbij de focus gericht is op het gezond maken van het bedrijf. Directeur Amaranjit Singh zegt dat binnen dit beleid er ook gewerkt zal worden aan het verbeteren van de dienstverlening naar de leveranciers en klanten toe. Ten aanzien van de klanten is er al veel gedaan om bijvoorbeeld de diensten online aan te bieden. Echter is er toch dagelijks een drukte te merken bij het hoofdkantoor van SZF. Voor ons is niet duidelijk dat die grote groep die daar komt, waarvoor zijn ze hier? Zijn ze hier om een kaartje op te halen? Dan kunnen wij in de ochtenduren snel interview afnemen. Bent u voor een kaartje hier? Adres, telefoonnummer, de geschikte bezorgtijd. Ja, want soms neemt men een dutje, omdat je ze niet gaat storen met een kaartje. Dus dat zijn allemaal zaken die we te zijn tijd hier zullen oppakken, zodat u min mogelijk een grote reis ziet. Het hindert ons en wij willen dat goed oppakken. En daarvoor zitten we in de dienstverlening. Hoewel de dienstverlening naar klanten toe volledig digitaal wordt aangeboden, zegt Ranjit Singh dat er nog twee groepen zijn die fysiek hun zaken afhandelen. Het gaat hierbij om een groep die geen toegang heeft tot het internet en de andere groep wil geen gebruik maken van deze digitale diensten. Ze willen gewoon tastbaar een kaart zien. En ze zetten geen digitale kaarten, maar wat wij hebben gezien is dat toch een heel grote groep zegt nee, ik wil toch een kaart hebben. Dat is de reden dat de mensen toch hier naartoe komen. We hebben geïnvesteerd ook in een CRM, dus Customer Relations Management. Dat is een afdeling met 40 man die echt digitale kaarten kan opsturen. Op het moment dat het is betaald, krijgen ze per app een kaart. Toch? Maar toch vindt de groep een groep van nee, ik moet toch een tastbaar kaart hebben. En dat bedoel ik met veranderingen niet meteen, ook bij de klanten. Hè? Dus dat komt zoetjes aan. In het vernieuwingsbeleid van het fonds komt er ook een verandering in het afleggen van verantwoording aan het stichtingsbestuur en aan de regering.